Dit is Estepona op 30 augustus 2024. 2 jaar geleden ben ik begonnen met het investeren in vastgoed hier in Estepona, omdat ik de potentie zag van de groei die ze momenteel meemaken. En vandaag neem ik jullie mee in een Estepona tour. Laten we er iets moois van maken. Vamos! Estepona is volop in de ontwikkeling. En het komt door de burgemeester van Estepona. Laten we het even hebben over het vastgoed in Estepona. Maar wat kan je nou eigenlijk allemaal doen in Estepona? En dan vertel ik jullie ook nog wat de beste restaurants zijn hier in Estepona Centrum. Laten we beginnen bij het begin. Waar ligt Estepona? Nou, Estepona ligt helemaal in het zuiden van Spanje in de Costa del Sol. Waarschijnlijk weet je wel waar Malaga ligt. Nou, vanaf Malaga naar Estepona is het ongeveer 45 minuten rijden. En dan sta je in het centrum van Estepona. Estepona is een geweldige stad. Het heeft momenteel iets meer dan 80.000 inwoners. En elk jaar groeit dit met 5%. En wij zelf zijn ook geëmigreerd naar Estepona. Heel veel mensen kennen Estepona niet. De meeste mensen kennen waarschijnlijk Marbella wel. Dat is ongeveer 10 minuutjes rijden vanaf hier. In de afgelopen 5 jaar zijn ze toch flink gegroeid. En het komt door de burgemeester van Estepona. José María García Urbano. En hij is verkozen al 3 jaar lang als beste burgemeester van heel Spanje. En Spanje is echt heel erg groot. Voordat we verder gaan, wil je meer video's zien over het vastgoed in Spanje? Vergeet dan zeker niet te abonneren om niks te missen. We lopen momenteel op de boulevard van Estepona. Het is een lange boulevard met verschillende soorten tentjes. Hele simpele Spaanse tentjes waar je lekker een visje kan eten, maar ook luxe tenten. En zometeen gaan we ook nog naar het oude centrum van Estepona. En daar zie je echt de Spaanse sfeer met allemaal leuke restaurantjes. Maar daar gaan we zometeen naartoe. Laten we het even hebben over het vastgoed in Estepona. Begin 2022 betaalde je nog 2500 euro per vierkante meter. En nu vandaag de dag betaal je ongeveer gemiddeld 3500 vierkante meter. En wat voor vastgoed heb je allemaal in Estepona? In heel Estepona heb je heel veel nieuwbouwprojecten. Maar in het oude centrum van Estepona heb je echt het authentieke vastgoed. En wij hebben hier bijvoorbeeld een renovatieproject gekocht. En dit stukje authentiek vastgoed, dat gaan we dus renoveren. Ja, en dan heb je eigenlijk gewoon een super modern huis, authentiek huis, in het centrum van Estepona. Dus dat is ook interessant hier. Dus nogmaals, nieuwbouwprojecten, bestaande woningen door heel Estepona natuurlijk heen. En hier in het oude centrum van Estepona heb je authentiek vastgoed. En misschien een leuk weetje. In 2018 kwam er een nieuw Spaans monopoliespel uit. Door meer dan 570.000 stemmen kwam Estepona in het spel als meest waardevolle investering van het hele monopoliespel. Maar wat kan je nou eigenlijk allemaal doen in Estepona? Laten we daar nou eens even over hebben. Laten we beginnen met Old Town. Old Town Estepona is echt super leuk om naartoe te gaan. Want ja, het staat bekend om zijn authentieke straatjes zoals je hier ook kan zien. En de geweldige restauranten die je hebt in de hele omgeving. Je hebt natuurlijk het heerlijke strand waar we net liepen. Ook de boulevard is geweldig met geweldige strandtenten. Maar je kan hier ook gewoon heerlijk shoppen. De voetganger is ook koning in Estepona. En dat is ook een van de veranderingen waar de burgemeester voor heeft gezorgd. En dat kan je hier wel zien. Nu zijn we op mijn favoriete plek. Dit is Plaza de las Flores. Hier kan je geweldig zitten. Je ziet het, allemaal bloemetjes, allemaal bomen. En hier zitten hele lekkere restaurants. Waaronder mijn favoriete tent, hierboven, Macaco. Met uitzicht over heel Estepona. In de omgeving van Estepona heb je ook 30 golfbanen. Waaronder Villa Padierna, dat is een hele bekende. En Finca Cortesín. Dus je kan ook fantastisch golven in Estepona. We staan nu aan het einde van Estepona. Hier heb je ook gelijk de snelweg achter liggen. En dit is een van de leuke dingen die je hier kan doen. Je hebt hierachter heb je een heel Olympische Spelen. Ja, allemaal soorten sporten kan je daar uitoefenen. En dit is ook het stadion van voetbalclub Estepona. 3 legendarische voetbalspelers. Ronaldo, die spits. Julio Baptista en Roberto Carlos. Die runnen eigenlijk de voetbalclub Estepona. En ze willen komende jaren flink gaan groeien met de voetbalclub om uiteindelijk ja, steeds hoger niveau aan te tikken. Ja, je ziet het aan alles ook hier weer. Estepona is volop in de ontwikkeling. Achter de voetbalclub Estepona hebben we een mooie locatie met allemaal nieuwbouwprojecten. Zoals je kan zien zijn hier een aantal nieuwbouwprojecten. En als we naar rechts kijken, dan hebben we de grootste, hoogste openlucht klimmuur
van heel Spanje. Er is ook genoeg te doen voor kinderen. Zoals je hier achter me ziet, zie je een aantal speeltoestellen. En ook voor de ouderen is er wat te doen, want je hebt hier een hele leuke markt. En in de haven van Estepona heb je elke zondagochtend ook een hele leuke markt. Dus in Estepona is er genoeg te doen. En wij gaan nu even lekker wat eten. En dan vertel ik jullie ook nog wat de beste restaurants zijn hier in Estepona Centrum. Croquetas de chef. Het restaurant waar we zijn geweest geven we een 6,5. Er zijn gewoon veel betere en zometeen ga ik vertellen welke dat zijn. Maar wat we altijd doen, we nemen geen dessert bij het restaurant als we in Estepona zijn, maar we gaan naar een heerlijke ijszaak. De Estepona Tour zit erop en zoals beloofd zou ik nog even wat goede restaurants met je delen. Schrijf ze op, want ze zijn echt zeker een aanrader als je naartoe komt. Dat is 1. Macaco. 2. La Bula Gastrobar. 3. La Casa del Rey. 4. Tikitano. 5. Trocadero. En 6. Namis. Ik hoop dat je het hartstikke tof vond en dat je een beetje hebt kunnen zien hoe Estepona er nu momenteel uitziet. En vergeet uiteraard niet te abonneren om niks te missen van het heerlijke leven hier in Spanje. Adios.